En nog nooit eerder virtual reality gezien. Dus ik hoop niet dat ik ga uithalen naar andere mensen. Ik heb zo'n achtbaan geprobeerd. En ik ben benieuwd of ik het nu wel een half uur volhoud. Ja, wat ik ga verwachten. Ik heb geen idee. Ik ga me gewoon even wassen. Ik weet het niet. Ik vond het echt ontzettend spannend. En ook echt heel echt. Ik vond het heel bijzonder. Ik vond vooral het stuk in New York, als je dan in die helikopter hangt en je kijkt naar beneden, je ziet heel New York onder je. Ja, dat was super vet. Ja. Ik ben wel een beetje aan het bijkomen. Ik zat er op een gegeven moment te denken dat dit echt bestaat en dat je hierin zit. Ik vind het echt wel een beetje gek. Ja, het was wel magisch, ja. Het was voor mij de eerste keer en ik vond het echt super leuk. Maar ik vond een half uur ook wel genoeg, want het komt wel heel erg binnen. Verder de ambiance vond ik ook wel heel erg leuk trouwens. Ik kijk ontzettend trots terug op deze eerste VR-poppenbioscoop van Europa. Waanzinnig gaaf resultaat dat wij hier nu staan. 330 gasten die we hebben gehad, die vanavond allemaal hun eerste VR-beleving hebben gehad. Ze hebben echt allerlei films meegemaakt, van horrorervaringen totdat ze midden in de straten van New York liepen, tot met U2 samen op wereldreis. En de reactie van mensen zijn allemaal zo waanzinnig enthousiast. Ja, ik hoop dat wij nog deze VR-ervaring naar veel meer mensen kunnen gaan brengen, want het is echt wel de toekomst van entertainment.